Leerdoel: Porter's vijfkrachtenmodel krachtenmodel. In de animatie met de inleiding van strategisch management heb ik de verschillende stappen van het strategisch proces behandeld. Na het vaststellen van het startpunt op basis van de missie, de visie en de huidige strategie start de tweede fase van het proces. Dit is de zogenaamde analysefase. De analysefase bestaat uit twee onderdelen: een analyse van de externe omgeving en een analyse van de interne omgeving. De D-step-analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter zijn twee veelgebruikte modellen voor de analyse van de externe omgeving. In deze animatie zal ik het vijfkrachtenmodel van Porter verder behandelen. Op basis van het vijfkrachtenmodel van Porter kunnen trends en ontwikkelingen in de meso-omgeving ontdekt worden. Deze kunnen vervolgens worden vertaald naar kansen en bedreigingen voor de organisatie. Organisaties functioneren in een bedrijfstak. Dit noemen we de meso-omgeving van de organisatie. Organisaties kunnen, net als bij de factoren in de macro-omgeving, hier geen directe invloed op uitoefenen, maar kunnen wel indirect invloed uitoefenen op deze factoren. Na het analyseren van de bedrijfstak kan een uitspraak gedaan worden over de aantrekkelijkheid en geeft het, net als bij de macro-analyse, inzicht in de kansen en bedreigingen van de organisatie. Alle ondernemingen die betrokken zijn bij het productieproces van een product vormen samen een industrie. Een voorbeeld van een industrie is de consumentenelektronica-industrie. Ondernemingen die samen een industrie vormen, kan je in een bedrijfskolom indelen. In een bedrijfskolom zijn alle ondernemingen binnen een industrie opgenomen die een aandeel hebben in het productieproces van een product, van grondstofproductie tot aan de verkoop. Ondernemingen die in een bedrijfskolom eenzelfde functie vervullen in het productieproces, worden samen een bedrijfstak genoemd. Bijvoorbeeld. Alle Apple Stores en Mediamarktwinkels zijn onderdeel van de bedrijfstak Detailhandel Consumentenelektronica. En alle ondernemingen die consumentenelektronica importeren, zijn onderdeel van de bedrijfstak Importbedrijven Consumentenelektronica. Ondernemingen kunnen binnen een bedrijfskolom uitbreiden door verticale integratie. Dit houdt in dat een onderneming activiteiten die een stap hoger of lager in de bedrijfskolom uitgevoerd worden, zelf gaat uitvoeren. Een goed voorbeeld hiervan is IKEA, die zijn eigen bossen bezit en waar zij houtkappen voor de meubels die zij verkopen. Porter onderscheidt vijf concurrentiekrachten die volgens hem de structuur en winstgevendheid binnen de bedrijfstak bepalen. Met dit model wordt de concurrentie in de bedrijfstak van de organisatie geanalyseerd en in kaart gebracht. Porter onderscheidt vijf krachten die volgens hem de structuur en winstgevendheid en dus de aantrekkelijkheid binnen de bedrijfstak bepalen. De analyse vindt plaats in twee stappen. Stap 1. Het in kaart brengen van de vijf krachten en hun eventuele onderlinge samenhang. Stap 2. Het bepalen van de mate van invloed van de krachten op de organisatie. Als eerste duiken we in de middelste cirkel, de intensiteit van de rivaliteit in de bedrijfstak. Hier gaat het om directe concurrenten, ofwel ondernemingen die ongeveer dezelfde producten of diensten leveren. Belangrijk is om te weten hoeveel concurrenten er zijn en het type product. Gaat het om standaardproducten of is het een markt van gedifferentieerde producten? Andere factoren zijn of de markt nog groeit of krimpt, de kostenstructuur van de producten en uitredingsdrempels. Voorbeelden van uitredingsdrempels zijn investeringen die verloren gaan en de afhankelijkheid van andere producten van het bedrijf van het betreffende product. Dan de onderhandelingspositie van afnemers. De onderhandelingspositie van de afnemers wordt bepaald door de actuele vraag en aanbod in de markt. Om dit te bepalen is het goed om de structuur van de markt in kaart te brengen. Relevante vragen zijn hierbij: hoeveel aanbieders en afnemers zijn er in de markt? Hoeveel nemen de grootste vier afnemers af? Zijn afnemers georganiseerd en kopen ze gezamenlijk in? Ook is het goed om te kijken naar het product. Is er sprake van een standaardproduct of een specialistisch product? Hoe belangrijk is het product voor de afnemers en speelt hierbij de dreiging van achterwaartse integratie? Hoe makkelijk is het voor afnemers om over te stappen? Beschikken alle spelers in de markt over dezelfde informatie, transparantie, of is de markt ondoorzichtig? Kunnen de eindproducten of de winstmarges van leveranciers aanleiding zijn voor afnemers om de leverancier over te nemen of de producten zelf te gaan produceren of verkopen? Als dit in de markt speelt, spreken we van dreiging van achterwaartse verticale integratie. Een goed voorbeeld is de benzine die je koopt voor jouw auto. Als het aanbod in de markt nauwelijks van elkaar verschilt, kiezen afnemers vaak voor de goedkoopste optie. Het gevolg is hoge concurrentie en lage marges. Benzine is een voorbeeld van een voor de consument standaard product. De macht van de afnemers is hoog, want benzine is overal verkrijgbaar en de prijzen van de pompstations zijn bekend via sites, apps enzovoort. Klanten switchen voor een prijsverschil van 1 cent. Weer een voorbeeld. ASML uit Veldhoven is de enige fabrikant in de wereld die EUV-chipmachines kan maken. EUV geldt als dé technologie voor de toekomst. De macht van de afnemers is laag, want ASML is de enige leverancier van dit type machines. Er is geen alternatief. ASML bepaalt de condities waaronder afnemers hun machines kunnen kopen. Zo zie je hoe een specialistisch product de macht van de afnemers beperkt. Laatste voorbeeld. Apple bood zijn producten lange tijd aan via retailbedrijven zoals Mediamarkt en professionele partners voor de zakelijke markt zoals Pro Warehouse. In 2012 besloot Apple ook zelf winkels te openen en hier consumenten en bedrijven rechtstreeks mee te bedienen. Apple bleef daarnaast gewoon leveren aan de huidige afnemers. De Apple-stores waren vooral als marketingstrategie en imagebuilders bedoeld om meer naamsbekendheid te creëren. Hiermee sloeg Apple de hele markt van afnemers eigenlijk over en ging zelf aan de eindklant leveren. Daar waren de retailbedrijven niet blij mee, want er was een extra concurrent. De macht van de afnemers was zo klein dat dit echter kon. De onderhandelingspositie van leveranciers wordt bepaald door dezelfde factoren als van de onderhandelingspositie van afnemers. Probeer daarbij de volgende vragen te beantwoorden: Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod? Wat is het aantal leveranciers? Wat is het marktaandeel van de vier grootste leveranciers? Zijn leveranciers goed georganiseerd? Betreft het een standaardproduct of specialistisch product? Zijn partijen goed geïnformeerd over mogelijkheden in de markt? Kan je als leverancier makkelijk overstappen? Is er dreiging van voorwaartse verticale integratie? Als je goede antwoorden op deze vragen kan vinden, kun je de afhankelijkheid van leveranciers goed bepalen. De bedreiging van nieuwe toetreders is de vierde kracht in het model van Porter. Nieuwe toetreders willen marktaandeel verwerven. Wat bij een gelijkblijvende marktomvang direct ten koste gaat van bestaande aanbieders. De concurrentiestijd neemt toe en leidt tot lagere marges en hogere kosten voor de bestaande aanbieders om het marktaandeel te behouden. Of een markt makkelijk toegankelijk is voor nieuwe aanbieders, is per bedrijfstak verschillend. Factoren die belemmerend kunnen werken om toe te treden zijn bijvoorbeeld hoge investeringen, specifieke productiemiddelen of toegang tot distributiekanalen. Ook wetgeving of grote overstapkosten voor afnemers kunnen drempels opwerpen voor nieuwe toetreders. Deze factoren noemen we toetredingsdrempels. Een voorbeeld. Om supersnel mobiel internet aan te kunnen bieden in Nederland, hebben telecomaanbieders in 2020 kunnen bieden op een 5G-licentie. De drie grote telecomproviders KPN, Vodafone Ziggo en T-Mobile hebben frequenties in de wacht gesleept voor 1,23 miljard euro. Zij waren bovendien ook de enige partijen die tot de veiling waren toegelaten door de overheid. De nodige hoge investeringen en toelating door de overheid zijn twee voorbeelden van toetredingsdrempels op de markt voor telecomaanbieders. Als laatste kracht bespreken we de dreiging van substituten. Substituutproducten zijn producten die in de ogen van afnemers in dezelfde behoefte voorzien. Hoe meer substituutproducten er zijn voor het product, hoe makkelijker het is voor de afnemers om te switchen. ...en hoe intenser de concurrentie. Je kan dit goed zien in het voorbeeld van Netflix. In 1997 is het contentplatform Netflix opgericht. Netflix is uitgegroeid tot een productiemaatschappij... ...die zijn eigen films produceert en distribueert tot in de huiskamer... ...integratie van de keten... ...en is daarmee ook een directe concurrent geworden... ...van de gevestigde filmproductiemaatschappij in Hollywood. De laatste Oscar-uitreiking van 2021... ...tonen inmiddels de kracht van Netflix. Zo, dat was een uitgebreide uitleg van de Porters Vijf-krachten-analyse. Zoals gezegd, zullen we ook de analyse van de macro-omgeving behandelen in een volgende animatie, dat is de D-STEP-analyse. Wil je over andere onderwerpen van het vak Management en Organisatie leren? Check dan de playlist Introductie MNO. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe animaties en andere economische vakken.